Elke week ben jij weer terug bij Gamerset.nl. Want jawel, je wilt het laatste weten over de laatste tech gadgets en gear. Dan denk je, Gamerset.nl, waarom heb je het over tech gadgets en gear? En waarom beeld Tom maar weer uit? Nou, want jullie zijn toch een gamesite? Maar met dat, de game dingen ook in, zeg maar, snap je, op een laptop kun je ook gamen. Leuk dat je kijkt, elke dinsdag. Gamers en gear, naast me zit Tom. En we hebben een nieuw review van de Amazee GS75 Stealth Thin. Sublijn versie 8RF. En dat is de lijpste versie. Dat is de lijpste versie. Maar dit is een lijpe laptop. Want ik vind altijd notebooks... Weet je, heel veel MSI is daar ook schuldig aan. Mm. Heel veel notebookfabrikanten vergeten eigenlijk het doel van een notebook. Wat is namelijk het doel van een notebook? Is dat je het mee kan nemen. Kijk, ik ben zelf MacBook Air gebruiker, dus ik heb een hele dunne. Dat is heel fijn, ook over me heen toe. Ik kan er niet op game hoor, ik sta verder voor lul als ik een game wil spelen. Dat maakt verder niet uit. Maar dat is wel zo, soms met van die dikke dingen denk ik, ja, allemaal prima, maar het is wel... Het schiet zijn doel een beetje voorbij en dat doet deze niet. Lang verhaal, lange intro, Tom. Je mag eindelijk praten. Hi. leuk er ook te zijn. Dit is inderdaad wel een beetje een dingetje. In de laatste tijd, in de afgelopen denk 2-3 jaar, is het weer een beetje teruggekomen dat ook zeg maar, de lijpe gaming fabrikanten zeggen van ja, maar een laptop moet verder ook wel gewoon inderdaad gewoon on the go kunnen werken. Ja, en dat heeft twee redenen. Reden 1 is ze zijn gewoon verstandig aan het worden, maar reden 2 is de techniek wordt ook steeds smaller, dunner, perfecter voor in zo'n klein apparaat. Dus kun je het ook doen nu. Ja, nee, inderdaad. MSI is sowieso al best wel een soort van voorloper geweest met de gaming laptops, al jarenlang. En je ziet ook dat zij meteen insprongen op dat hele, oh, Nvidia maakt nu de chipsets, grafische chipsets, en die maken ze dan een heel stuk kleiner en rendabeler, zodat je dus ook gewoon een stuk dunnere laptop kan hebben, maar toch gewoon een goed rendement hebt op je grafische kwaliteit. En dat doet dit ding perfect. Dit ding is draagbaar, echt, het is vederlicht, het slaat nergens op, maar er zit wel een 1070 in, een lijpe 8e generatie i7 hyperthreading processor, 32 gigram, een dikke 512... Dat heb ik niet eens thuis in mijn... Nee, I know, ik ook niet. En gewoon een 500 gig of 512 gig SSD die erin zit met M2 en dergelijke. Dus dat is, qua specs is dit echt een best wel een beest van een apparaat. Maar je draagt hem gewoon zo als een soort van dienblaadje vederlicht, draag je hem overal naartoe. En dan gaat hij ook nog eens een keer 8 uur lang mee op de accu. Maar dat is dan natuurlijk niet als je hem helemaal laat pompen, dan gaat hij wel een heel stuk sneller leeg. Maar hij kan 8 uur lang, kun je er gewoon mee typen en zo. En dat hebben we natuurlijk ook getest met Gamescom. En dat is natuurlijk het ding van nu. Want heel veel van de techniek wachten we niet op dat het sterker wordt, maar wachten er vooral op dat het kleiner wordt. Zowel qua batterijen als qua krachten, grafische shit en zo. Gewoon rendement. Rendement. En het lijkt nu dat deze notebook soort van, is er een soort van doorbraak dat je denkt van, oké, wij hebben hem op Gamescom mee gehad. Het is echt een heel fijn model. Hij ziet er super stijl van uit. Kunnen we het even over de stijl hebben? Even heel kort. MSI is voor het eerst in hun gaminglijn hebben ze gezegd, we gaan niet meer zwart-rood, we gaan zwart met goud. En vanaf het moment dat ze dat aankondigden en vanaf het moment dat ik hem op een persevenementje ergens zag, had ik zoiets van, oh mijn god, dit is echt een beauty. Want zwart met goud is, je zou kunnen zeggen, enerzijds is een beetje tacky of zo, maar het is stijlvol genoeg, weet je. Het zijn echt een paar gouden elementjes en verder is hij gewoon slik zwart. Dan krijg je ook nog zo'n perkey RGB verlicht toetsenbord erin. En dan heb ik zoiets van, oh, dit is echt anders. I pity the fool doesn't have a gold notebook. Ja, nee, echt. Het is gewoon echt goud. Ja, want ik vind dat rood vind ik af en toe een beetje schreeuwerig. En goud zou je ook kunnen zeggen, misschien een klein beetje tacky. Maar ze doen het met een bepaalde charme dat ik denk van, dit ding wil je mee gezien worden. Ik ben het er helemaal mee eens. En het betekent dit even een grotere vraag? Betekent dit voor MSI ook een verandering in richting aan zich? Of blijven ze op dat... Is dit een uitstapje voor ze? Dat is eigenlijk wat ik wil weten. Is dit een uitstapje voor ze of is dit een nieuwe corporate richting? MSI, als je kijkt, mail me. Nee, het is niet de nieuwe corporate richting. Ze gaan wel meer met dunne notebooks doen. Ook in Nederland gaan binnenkort ook zeg maar de wat meer office-achtige notebooks van MSI die gaan ook weer doorbreken. Dus die lopen dan een beetje op de technologie die ze in de gaming-serie hebben. Maar die zijn nog meer slick en zeg maar meer voor meetings en de zelfbewuste zakenvrouw en dergelijke. Maar nee, dit is de GS-serie, is eigenlijk altijd al een beetje bedoeld als de dunne serie. Je krijgt ook nog steeds de GT-serie, dus de Titans, die tikken met SLI en alles erin. Ja. De GE-Raider en dergelijke, die we een tijdje terug hebben gehad. Ook die modellen blijven bestaan. Maar ik ben gewoon heel erg voorstander van dat de GS-serie eindelijk niet meer het ondergestoken kindje is. Want dit ding pompt ook nog steeds gewoon benchmarks eruit, alsof het niks is. Dat want daar had jij het net over. Hij benchmarkt hem je helemaal de moeder. Ja, nee, hij scoort ver boven de gemiddelde gaming laptop in de 3D-mark benchmark. En dergelijke. Beter dan 47% van alle systemen. En dat is dan een laptop die je gewoon zo onder je arm steekt en dergelijke. En ook als we gaan kijken naar hoe die Sea of Thieves draait, of hoe die de notabene de benchmark van Gears of War 4 draait, echt een
poepmooie game. Ja, die kun je daar gewoon bijna op alles high en een paar dingen ultra. Kun je gewoon best wel stabiel Gears of War spelen. Kijk, er moet natuurlijk wel de accu erin, want anders kan hij niet in het volledige turbo profiel gaan. Maar hij doet dat goed, jongen. En ook de koeling, dat is echt met MSI, de koeling is sowieso wel heel erg sterk. Meestal was het met die dunne modellen, dan is de koeling toch net iets minder. Maar deze doet het echt heel goed. Hij houdt alles gewoon goed intact en dergelijke. En ja, het is wat luid, maar het is niet onnoemelijk dat je denkt van dit ding gaat opstijgen of zo. Dus en anders koop je gewoon een headset bij pannenkoek. Ja, sowieso, want dat is natuurlijk wel een ding. Want geld heb je sowieso, ja, dat je koopt dit ding. Ja, maar het is wel zo dat als we het hebben over de speakers, die zijn bij MSI altijd best wel goed, want dan gebruiken ze Dyne Audio speakers. Ja, dat kun je een beetje, dat is een beetje spuit 11, maar die zijn hierin wel iets minder, omdat het ding natuurlijk super dun is, dus het kan niet dikker. Ja, je hebt een kleine klankkast. Ja, je hebt inderdaad gewoon een kleine klankkast, dus dan is het geluid wel iets meer standaard laptopachtig. Al krijg je natuurlijk wel allerlei software erbij om het allemaal beter te maken voor jezelf. Maar inderdaad, nee, met zo'n ding dan prik je er lekker een muisje in en een headsetje en dan ben je helemaal voorzien. En dan kun je prima gewoon gamen met al je maten. En zij gaan echt niet merken van, oh, hij is er aan het leggen, want hij zit op een laptop. Nee, dat pompt er gewoon echt goede framerates en alles uit. Tof. En wij behandelen heel vaak MSI-producten, komt ook MSI zijn vrienden van ons. En dat is ook allemaal prima, maar het was de laatste tijd met die dikke notebooks wel altijd een beetje spuit 11. Qua reviews vond ik van ja, specs zijn goed, specs zijn vet, maar ja, je kan beter een desktop kopen. En dat is nu weg. Ik vind omdat je een dunne laptop hebt, is de reden van ik kan beter een desktop kopen, is eigenlijk weg. Want dit is gewoon echt heel anders. Ja. Dit is echt gewoon, in je kleine e-spec kan die gewoon makkelijk erin. En dit is echt een voordeel dat ik nog... Wat ik niet vaak heb gezien qua gaming systemen in zo'n dun apparaat. Ja. De reden dat ik een MacBook gebruik is omdat hij zo licht en dun is. Ja. En ja, ik sta vaak voor lul onder mijn gamervrienden. Maar dat is wel echt de reden. Ik ga niet met zo'n monster MSI lopen als ik gewoon aan het werk ben. Dat ga ik gewoon niet doen. Dit zou voor mij een reden zijn om over te stappen op een gaming systeem. Als het maar gewoon dun is en... Ja, portable. Maar er komt wel even de prijs bovenop kijken. Voor dit lijpere model, dus met meer RAM-geheugen, goede grafische kaarten en dergelijke, betaal je zo'n 2700 euro richtprijs. Dus ja, je weet wat ik voor mijn MacBook heb betaald. Ja, nee, okay, ja, dus koop je een half MacBook van. Ja. Maar nee, dus dat is wel heel prijzig. Nee, prijzig. Maar probeer maar eens een keer een systeem samen te stellen wat draagbaar is met 32 gig RAM-geheugen, een 1070 met 8 gigabyte VRAM, een 8e generatie hyperthreading processor. En dan ook nog eens een keer een 512 gig SSD. Dan ga je echt, dan zit je al heel snel aan die 2700 euro. En dan heb je hem niet eens zeg maar zo vederlicht als hij hier is. Dus nee. Dat is echt, ja. Dat doen ze echt heel erg goed. Het is wel echt een prime piece, maar ik heb het idee van... En ze hebben hem ook in iets goedkopere versies. Ja. Hè? Dit is wel de monsterbak in deze lijn die we hebben. Er zijn een aantal iets goedkoper. Het zal nooit heel goedkoop worden, maar het is wel... Je kunt inderdaad wel een beetje bezuinigen op dat RAM-geheugen voilà. en die processor en dergelijke. Ja. Maar dit is echt een supermooi ding. Het enige ding is alleen wel, omdat hij zo dun is, moeten ze nog wel een klein beetje werken aan de behuizing. Want die is nog niet overal even stevig. Ik vind het heel fijn om een laptop vaak aan de hoek op te pakken. En dan het gewicht een beetje zo centraal in je... En dan valt hij uit elkaar. Het is ze hebben er 5 opgestuurd. Nee. Hij is in de behuizing moeten ze nog wel even wat dingetjes net iets strakker maken. Want hij heeft een klein beetje, als je dat doet, als je hem bij de punt pakt en je wil hem optillen, dan voel je een beetje dat kunststof een klein beetje, die wil om gaan buigen. Dus daar is hij dan misschien nog, dan moet je er even voorzichtig mee doen. Maar als ze hierop voortzetten, jongen, dan krijgen we echt zulke mooie, krachtige laptops die dun en draagbaar zijn. En daar ben ik helemaal voorstander van. En dan gaat Peter over van MacBook naar zo'n systeem. En dat is het doel van MSI. Van elke hardwarefabrikant. Je moet Peter wegkrijgen van Apple, dan doe je het goed. Nee, mensen oprecht waar. Ik ga er wel over nadenken. Dankjewel voor deze vette review. Ik vind het echt een heel vet ding. Hij is mooi, hè? Onder de indruk. Ja, ik vind hem echt heel erg mooi. Jullie bedankt voor het kijken. Willen jullie echt alles weten over deze notebook? Fucking vette notebook. Check gamerset.nl voor de geschreven review. Dan gaan we nog dieper in op de specs, nog dieper op alle details. Als je echt alles hierover wil weten, check dat vooral gamersnet.nl. Link in de beschrijving. Tom, bedankt voor deze week. Peter, bedankt voor deze week. En volgende week zijn we terug met een nieuw stukje tech, gadget of gear. Tot later.